altijd de goede mensen die eerst gaan, hè? Oh. Wat een ellende! Wat een ellende! Die arme man, vader. Oh, die arme man. Helemaal alleen in het grote huis. Het gaat nooit goed? Nee, dat gaat nooit goed. Wie kookte voor hem? En ze was. Ze vuile was. En het kind? Wat moet er met het kind? Het arme kind. Helemaal alleen op de wereld. Waar is het kind eigenlijk? Ja. Dat wilde ik niet. Heb je al zoiets gehoord? Een kind dat niet naar de begrafenis van zijn eigen moeder gaat. Mama. Zijn schoonheid meer, geen vogel zingt een lied. Ik weet niet wat ik zeggen wil, ik voel alleen verdriet. Mijn moeder is dood, mama, maar geen mens die het ziet. Ik uit mijn verdriet in een lied. Mijn moeder is dood, mama, maar geen mens die het ziet. Want huilen, nee, dat kan ik niet. Een man, niet meer een man. Hij lijkt zo veranderd. En ik weet niet hoe het kan. Dat snap ik ook, hè? Rouwen is huilen, dus toon je verdriet. Zie ik geen tranen. Nou, dan geloof ik je niet. Ik geloof er ook helemaal niks van. Wat is er die jongen? Zijn moeder is dood. Ja, ja. Maar we zien geen verdriet. Het lijkt alsof hij geniet. Van een lief, van een lief. Zijn moeder is dood, ja ja, maar we zien geen verdriet en goed gemanierd. Mam, kun je me horen? Waar je op bent? Vervelende jongen. Oh ja, nou zo verschrikkelijk verwend. Blijf naar me kijken, geef me geluk. Nu moet je rouwen. Stom stuk ongeluk. Zijn moeder is dood, ja ja. Maar we zien geen verdriet. Het lijkt alsof hij geniet. Van een lief, van een lief. Zijn moeder is dood, ja ja. Maar we zien geen verdriet. En huilen, nee. Nee, dat wil je niet. Nee, dat kan ik niet. Nee, dat kan ik niet. Nee, dat wil ik niet. Nee, dat kan ik niet. Nee, dat wil ik niet. Nee, dat kan hij niet. Nee, dat wil ik niet. Nee, dat kan ik niet. Dat kan ik niet. Nee, dat wil hij niet. Nee, dat kan hij niet. Nee, dat wil hij niet. Nee, dat kan ik niet. Nee, dat wil hij niet. Nee, dat kan hij niet. Nee, dat wil hij niet. Kan ik niet. Wil hij niet. Kan hij niet. Wil hij niet. Kan ik niet. Wil hij niet. Kan hij niet. Wil hij niet. Kan ik niet. Wil hij niet. Kan hij niet.
Billy niet. Kan ik niet, kan ik niet. Nood. Godsamme. Oh. Kan ik u ergens mee helpen? Helpen? Nee, je kan me niet helpen. Je moet je met je eigen zaken gaan bemoeien. Je snapt ook niks. Nou. God, heb ik hem aan het schrikken gemaakt. Nou, dat spijt me dan ook. Ze doen het normaal ook niet. Normaal ben ik aardiger. Maar ik heb een rotdag. Zoals je wel begrijpt. Ja? Dus kom op. Rustig aan, ik vreet je niet op. Komt allemaal goed. Je hoeft niet bang te zijn voor tante Aurora. Hè? Amsterdam.
in de Jordaan. Hartstikke goed lopend cafeetje. Nou, pop, leuke tijden dat we daar gehad hadden. Hola, die tot diep in de nacht. Fantastisch hoor, echt geweldig. Maar ja, ik zeg ook, aan alle goede dingen komt een eind. Het noodlot sloeg toe. Het noodlot, oh, mijn Henk, die er vandoor ging met mijn beste vriendin Gerda. Naar ons vakantiehuis in Torremolinos, notabene, daar. Toen was ik helemaal alleen. En wat doet de vrouw als ze helemaal alleen is met een eigen kroeg? Dan grijp je toch naar de fles? Oh, wat heb ik gedronken? Liters whisky, wodka, jenever, noem maar op. Als er maar alcohol in zat. Nou, dan kon het natuurlijk nooit wat goed gaan. Hè? Nee. Weet je wat er gebeurt? Ik werd ziek, dood, ziek werd ik. Ik krijg het aan mijn leven en aan mijn dieren van de trap. En toen, dan ging ik dood. Gaat het? Gaat het? Kijk, echt slim is hij niet. Ik bedoel, ik heb net uitgelegd dat ik een engel ben. Hé, vat je hem? Ik ben een engel. Met mij is alles goed gekomen. Gerda daarentegen, nou, je hebt horings op de kop hoor. Maar goed, ga ik verder niet op in. Ja, heel interessant en treurig. Maar... ja, vind je niet? Komt u eigenlijk terecht? Ons engel. Oh ja, dat. Nou, dat heb ik dus aan Karel te danken. Aardige man hoor, Karel. Daar niet van. Maar ja, het toeval wil zo, heb ik weer, dat Karel een drankwinkel heeft. Een drankwinkel in de hemel? Ja, sta nou weer raar aan. Wij moeten ook gewoon boodschappen doen, een schat. Net als iedereen. Je hebt alles erboven. Je hebt een Albert Heijn, een CNA, blokken. Je bedoelt, het is gewoon een soort kalverstraat. Hè? Huh? Een soort kalverstraat. Kalverstraat? Kom je daar nou bij? Ja. Wel nee, het is meer een soort van... Hebben doet het ertoe. Ja, bij mijn verhaal. Waar was ik? Bij Karel. Ja, Karel, ja. Nou goed, Karel heeft dus een drankwinkel met heerlijke hemelse wijnen. Echt waar. En het beste van alles. Het is allemaal gratis. Gratis ook nog? Ja, gratis, schat. Daarom is het de hemel. Alles is gratis. Dus, wat heb ik gedaan? Ik heb een paar lekkere wijnen gehaald. Een stil plekje opgezet. En ik dacht lekker te gaan genieten. En toen? Nou, toen, schat, begon alles om me heen te kraken en me steeds te scheuren. En ik denk, ik grijp me nog vast, maar nee. Daar ging ik al. In no time lag ik met mijn snippers hier beneden. Ja, het is al de tweede keer. Wacht even, je wilt dus eigenlijk zeggen dat je door de hemel bent gezakt? Gezakt? Je zuster is gezakt. Ik ben net 10 kilo afgevallen, zeg. Schaam je, snotjong. Ja, en als jij denkt dat ik het makkelijk heb, vorige keer. Kwam ik niet netjes in een parkje terecht? Nee, maar midden in de Atlantische Oceaan. Ik heb een uur liggen drijven totdat ik land in zicht had. Ja, dan moet je nog terug naar boven kledden, nat. Ik leek wel op een zolte poes. Ja, boven? Maar ja, hoe kom je nou eigenlijk weer boven? Dat is toch heel ver? Nee. Nou, het is makkelijker dan het lijkt. Maar ik heb wel je hulp nodig. Ik help je wel. Nou, fantastisch. Wat jij moet doen, jij moet me naar het hoogste gebouw in dit, dorp. Meer kan ik er niet van maken. Brengen. En dan doe ik de rest zelf wel. En als dank, krijg jij van mij een kleine beloning. Hé, dat is leuk, hè, schat? Ja, heel leuk, maar hoe kom je nou eigenlijk weer naar boven? God, moet je alles weten? Ga je niet alles uitleggen, zeg? Ik bedoel, dat is iets wat alleen engelen weten. En te zijn de tijd kom je er zelf wel een keer achter. Ja? Maar nou opschieten.
Want als de grote hoofdengel ontdekt dat ik voor de tweede keer gevallen ben, dan krijg ik straf. Duurt het nog langer voordat ik weer terug kan. Terug kan? Ik begin nu een beetje mijn geduld met je te verliezen. Ja, terug kan, ja. Gewoon terug naar aarde, schat. Wel als een ander persoon natuurlijk, maar... Kijk, dat ik hier nu zo sta als mezelf, dat is een ongelukje. Blijf ik hier langer dan 2,5 uur, dan verander ik in een goudvis. Een goudvis? Ja, een hele dikke goudvis in een heel klein kommetje, ja. Kunnen we nou opschieten? Ja, oké. Okay. Jij schat, het is ook maar mijn lot, hoor. Mijn moeder dronk nooit, heeft zich altijd als een heilige gedragen. En die is daarentegen teruggekomen als de dochter van Madonna. Hè? Maar je bedoelt dat reïncarnatie echt bestaat? Ja, schat, we worden allemaal gewoon gerecycled. En dan is het goed straks een vissenkom voor me kopen bij sneus. Reïncarnatie. Het hoogste bouw in dit dorp. Dat is de vuurtoren, die is zo hoog, die kijkt over alles heen. Nou, we wachten er nog op, schat. Let's go. Ja. Waar is dat ding? Je gaat me niet vertellen dat ik daarin moet, hè? Oh, op mijn oude dag kan ik ook nog wel gebruiken vandaag. Nou, je moet me helpen, hoor. Oh. Hey, pas op, zit bijna even in de kast te trekken. Oh, die gaat nooit lukken. Oh, dit stond te geloven niet. Nou, daar ga ik, hoop ik. Oh ja, de beloning. Schat, als dank krijg jij van mij niet 2, niet 3, maar wel 5 wensen cadeau. Wensen? Ja, wensen, ja. Wat je ermee doet, moet je zelf weten. Maar als je het weet, zing mijn naam en ik kom je wensen vervullen, schat. Nou, toedeloe! Mijn moeder, Amores, mijn moeder naar boven. Toch gewoon 3 biertjes of zo? Ik weet wel hoe. Ik heb gisteren gezien op de televisie bij Ria Bremer. Ria Bremer, wie is Ria Bremer dan weer? Vinger aan de pols. Vinger aan de pols? Stil nou, ik ben niet aan het uitleggen. Het heet het 5-stappen rouwplan. De eerste stap is dat je alles moet loslaten. Je moet diep inademen en los. Nou, laat het eens allemaal proberen. Kom op, inademen. Kom op, Lisa. En los. Antonie, kom op, doe ook maar mee. Moet je zo gaan staan, ja? Zo. En dan in. En dan. Vogelnestje houding moet gaan zitten. Een vogelnestje houding? Ja, een vogelnestje houding. En dan moet je goed ontspannen en luisteren naar de... En luisteren naar de ademhaling. Veronica, doe het maar even voor. Doe nou, Veronica. Koekoek, chef. Nou, dat was een hele bijzondere koek. Die voelde goed, ja, hè? Dat was een goeie. Ja. Nou, eens kijken of we nog een vrijwilliger hebben. Lisa, kom maar. Ga maar naast Veronica zitten. Het is een heel goed gevoel. Hé, jongens. Ja,
wat ik nou heb meegemaakt. Tom, waar was je? Ik was in het park en daar heb ik een engel ontmoet. Ja. Wat voor een engel, Tom? Nou, gewoon een engel. Het was een vrouw en het was een echte Tom. Engel. Ja. Zo, Tom. Heb je een engel gezien? Ja. Tom, met alle respect hoor. Ik weet dat de dood van jouw moeder een verschrikkelijke ervaring voor je moet zijn. Maar een engel... Ja, echt! Nee! Een engel! Nee! Ik weet dat het nogal raar zou klinken voor jullie, maar... En als ik jullie was, zou ik misschien ook niet geloven. Maar het is echt waar! Ik heb een echte engel gezien! Ja, was je knap dan? Nou, nee, niet echt! Hé, hey, maar ik heb het terug naar de hemel geholpen. In de Ruildervoer kreeg ik 5 mensen! Ik heb wel zoveel gezien als met mensen! En daar kwam dan ook een engel in voor en die ging dan met een geweer zo op een planeet staan en die schoot dan allemaal aliens dood. En dan ging ja, die film heb ik ook gezien. En vond je hem goed? Ja, maar wel een beetje langdradig. Langdradig? Top. Luister goed. Je gaat nu door een hele moeilijke periode. En als het jou helpt dat je een engel hebt gezien, dan gaan Veronica en ik daar graag in mee. Hey, volgens mij is dat stap 4 van het 5 stappen rouwplan. Hè? Acceptatie. Wat was het voor een engel? Vertel maar. Oké, dan zal ik het bewijzen. Oh, doe dat. Doe maar. Aurora! Organiseert een cursus Duitse moezelwijnproef. Nou, die wil ik natuurlijk absoluut niet zien. Die is zo lekker, die hier. Die is altijd een stukje. Maar het gaat hoor. Viva Las Vegas. Viva Love You Elvis. Ik was ook niet bang of zo. Ik was gewoon... Zo, Tom! Hij wil dus wensen met ons regelen. Ja. Had je er ook weer 5? Ja, 5 mensen. Oh? Nou ja. Dat is zo simpel, want we zijn met z'n 2, 4, 8, 9. Dus dat betekent 4 groepjes van 2 en 1 gelukkige die alleen de wens mag doen. Wie wil er alleen de wens? Wij willen samen innemen! Ja, wij delen er ook een. Oh? Wij delen ook wel een wens samen. Ja. En jullie, Peter, Sander, wat doen jullie? Hè? Nou, ga maar een stel lekkere wijven. Lekkere wijven, ja! Nou ja, is er dus nog 1 wens over. Nou goed, dan neem ik die wel. Is dat oké met jou, Tom? Ja. Ja, mooi zo. Nou, om het dat te waarschijnlijk, zo, zo! Wensen, alle mensen wat een wensen. Wensen, wat een mensen wensen wij. Ik wil een kroon. En ik wil een ring. Ach, doe gewoon. En ik ben de king! Mensen, alle mensen wat een wensen. Mensen, wat een wensen wij. Ik wil een zwaard. En ik wil een blok. En ik wil een staart. Wij gaan maar met een poesje. Heel lang gaan, maar ik wil het. Ja. Mensen, alle mensen wat een mensen.
Tom, wat dacht je van heel veel geld? Iets van 300 miljoen gulden. Of 80 diamanten. 80. En dat is zo groot als tennisballen. In ieder geval veel geld, Tom. We hoeven alleen maar te wensen wat we zelf willen. Alleen maar doen wat we zelf willen. Weet je wat mij fantastisch lijkt? Om mijn moeder nog een keer te kunnen spreken. Het zou geweldig zijn. Ik denk niet dat dat kan. Hoezo niet? Volgens mij kun je alles wensen wat je wilt. Toch? Tom. Denk nou eens na, jongen. Je kan nu echt alles wensen wat jij maar wil. Wens je toch niet een gesprekje met je dode moeder? Wat is dat nou voor een rotopmerking? Jij begrijpt mij helemaal niet. Nee, jij kan 100 keer met je moeder praten. Zij is ook dood. Jongen. Ik zou alles willen geven, maar je moet het nog maar één keer kunnen spreken. En nu ik deze wens heb, kan dat. Begrijp je toch wel, Lisa? Tom, ik begrijp je wel. Maar het is toch ook fijn om te kunnen doen wat je wil. Het is ook heel fijn, maar stel je nou eens voor om mijn moeder nog een keer te kunnen spreken. Tom, ik wil dat gewoon niet. Het is ook mijn wens en ik wil gewoon veel geld hebben. Maar... samen jouw wens delen. Jij wil macht en ik geld. Volgens mij is dat ook heel goed. En vormen we een heel goed team samen. Wat is dit nou weer? Ik deel mijn wensen met jullie en dan krijg ik dit? Tom, het was jij gekozen om dat te doen, ja? Daar heb Lisa en ik natuurlijk allemaal niets mee te maken. Kom Lisa, we gaan. Lisa, je bent toch mijn vriendin? Nou vriend, volgens mij niet meer. Nou is dat dom. Sukkel is jouw vriend zijn. Daar sta je dan alleen. Wat kan het soms raar lopen. Echt geen touw aan vast te knopen. De liefde die verdween, daar sta je dan alleen. Schiet me nog zoveel te binnen, 1000 woorden, 50 zinnen. Nee, ik kan er niet omheen, maar hoeveel kan ik verdragen? En hoeveel kan ik nog kwijt, tot de lengte van de dagen? Hoeveel in korte tijd, en hoe lang gaat dit nog duren? Hoe lang nog dit gezeur? Zijn het dagen, nachten, uren? Stelt de liefde mij teleur? Waar sta je dan alleen? Nu geheel op eigen benen. Veel illusies zijn verdwenen. Maar ik sla me er doorheen. Daar sta je dan alleen. Kan ik lekker ego trippen? Geen gevoel kan hier aan tippen. Met mijn hart zo koud als steen. Alleen, hoeveel kan ik dragen? En hoeveel kan ik nog kwijt? Tot in lengte van de dagen. Hoeveel in korte tijd? En hoe lang gaat dit nog duren? Hoe lang nog deze pijn? Zijn het dagen, nachten, uren? Ik stop me blind in een ravijn. Daar sta je dan alleen. Ik word mijn eigen beste vriend. Zodat ik krijg wat ik verdien. Ik ben moederziel. Alleen. Thank you.
gezelschap van Walt Disney. Ja, ik weet het. Hé, hey, we wensen gewoon een afspraak, hè? Met niet één, niet twee of drie, nee. Maar wel 10 naakte meisjes die mij niet willen. En dan wens ik een eigen bioscoop met alle films die ik maar wil zien. GoldenEye, Jurassic Park, Scream of Mary Poppins. Nou, hoe ken dat nou? We hebben maar één wensen. Ja, maar ik wil gewoon iets met film. Ja, ik met seks? Ja. Met seks. Dus we wensen iets met film en seks. Ja, ja. We hebben geen geintjes nu. Ik weet het serieus. Eet serieus. Je kan het. We gaan. We gaan gewoon in een grove porno film spelen. Nee. Ja. Doe gewoon een keer serieus! Wat, ik ben serieus? Ach nee man, je hebt het nog nooit gehad ook trouwens! Want jij wel dan! En dat doet ertoe! Ja? Nee, we hebben het over wensen! En seks! Nee! Natuurlijk! Ik weet het! We wensen een afspraak met een van de mooiste filmsterren aller tijden! Thuis heb ik een boek naar de laatste keer zien. Ja, maar wie is het dan? Pam Wendersen. Vele malen mooier. Natjana Simic. Nee, vele malen mooier. Monique van der Ven. Nee, die is lelijk. Het lijkt me zo tof, hè, om iets gevaarlijks te wensen. Dat we bijvoorbeeld iets heel engs, een grote ramp of zo, van heel dichtbij kunnen zien. Bijvoorbeeld, een grote vulkaan. We staan op de rand van een grote bak met lava. En lava dat borrelt en dat bruist en dat doet maar. En ineens, in één keer, bam, alle lava spat eruit. En wij verbranden niet, want wij hebben speciale pakken aan, waardoor we niet kunnen doodgaan. Hoe vind je dat? Oké. Ja, iets anders dan. Zoals laatst bij geschiedenis. De ondergang van Pompeji. Ja, dan heb je weer al die lava. Ja. Verzin jij dan eens wat? Oké, ik heb een idee. Moet je ogen even dicht doen. Oké. Dicht houden hoor. Ja. Doe ze maar weer open. We wensen dat we gaan trouwen, dat we in het huwelijk treden. En dan dat duizenden mensen ons kunnen zien op tv. En dan kom ik uit die koets gestapt, met die prachtige jurk aan en zo'n mooie sluier. En weet je wie dan onze getuige is? Nee. Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. Nou ja, dat is iemand anders. Maar in ieder geval dat we gaan trouwen. En dan ben jij mijn sprookjesprins. Dit is bij Charles en Diana. Charles en Diana? Maar je weet toch hoe dat is afgelopen? Dat vond echt helemaal niks. Ja, het moet iets zijn wat bijzonder is, gevaarlijk, een sensatie. Iets vleesetende dinosaurussen, zo'n bek en zulke tanden. En ze hompen door het weiland. En ze kijken over de vlakte. En wat zien ze daar? Een beide hand meisje. Dat alleen maar van Leonardo DiCaprio houdt. En ze besluipen het meisje. En ineens. Dan vreten ze je op! Nou ja. Nou, die hebben we eigenlijk al genoeg in de bioscoop gezien. Stomme beest. Ik heb weer een idee. We kunnen ook wensen dat we ons hele leven lang gratis naar de bioscoop mogen. En dan ga ik elke dag naar de film Titanic met Leonardo DiCaprio. Titanic? Die
Die film hebben we toch al 3 keer gezien? Weet, die kennen wij uit ons hoofd. Die hoef ik echt niet nog een keer te zien, hoor. Nou ja, we hebben hem wel al 3 keer gezien. Dus we weten precies hoe die ramp verloopt. Als wij zorgen dat wij op tijd in zo'n reddingsboot zitten, is er eigenlijk niks aan de hand. Wij kijken op ons klokkie. Titanic gaat zo zinken. In de ijsberg. In de reddingsboot. Dag Titanic. Dat is toch fantastisch, schat. Wij gaan de Titanic maken. Kom op. Help even mee. Zo. Van die weg. Ja. Wacht even. De boot. Schat. Wij gaan naar de Titanic. Wensen, 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 wens. Alle mensen wat een wensen. Wensen, 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 wens. Wat een wensen, wensen wij. Ik wil een ram in volle vaart. Ik wil een schip dat nooit vergaat. Diep in de zee, water dat klotst. Door elkaar geschud en uitgekotst. Wensen, 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 wens. Wat een wensen, wensen wij. Een ramp van dichtbij, ik wil echt alles zien. Vergroot door een telelens misschien. Schip dat vergaat, de beste vangst. Zie al het leed, voel alle angst. Wensen, 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 wens. Alle mensen wat een wensen. Wensen, 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 wens. Wat een wensen, wensen wij. Wensen, 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 wens. Alle mensen wat een wensen. Wensen, 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 wens. Wat een wensen, wensen wij. Aurora! 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 Ja. Aurora, ja, daar ben je. We weten wat we gaan wensen. Ho, wij gaan ho, ho. Wij gaan eerst even een kleine intelligentietest doen. Moment. Kijk. Wat heb ik hier op mijn hoofd? Een ijszak. Hé, hey, dat is heel knap van je. Waarom heb ik die ijszak? A. Omdat het zo leuk kleurt bij mijn ensembletje. B. Omdat ik nou eenmaal het hoofd graag koel houd. Dat zou kunnen. Zou kunnen. Of misschien is het wel C. Ja, omdat ik een ongelofelijke kopijn heb. Dus loop je zo in mijn hart een blaar idioot. Godsamme, moeder moet zitten. Zitten, oké. Zit je nou? Hey, oké, okay, nou, wij weten dus wat er kan wensen. Oh. Ik ga eerst even mijn verhaal doen. Straks mag jij, als ik te zien. Kijk, ik was dus gisteren bij de cursus van Elvis.
Hoe maak je zelf wijn? Ja, maak je eigenlijk zelf wijn? Volg zelf een cursus. Nou ja, goed, dat maken, dat was dus niet zo'n probleem. Ik bedoel, dat kan ieder idioot. Maar dat vroeven. Oh, wat heb ik gedronken. Ja, je moest het uitspugen, maar dat vond ik zonde. Ja. En dan nu die kopwijnen. Nou ja, goed. Het was het wel waard. Stel je even voor. Zo'n grote bak met druiven. Daar stonden we allemaal in. Druiven te stampen. Nou, fantastisch. En weet je wat het leukste was? Die Elvis. Weet je over wie ik het heb, Pop? Elvis Presley, ja? Die deed gewoon mee. Stond hij in zijn goede pak, broekje op. Are you lonesome tonight? Wat een fantastische ervaring. Ja, geweldig, leuk. Maar wij weten wel wat we gaan wensen, hoor. Hé? Ja, nou goed, wel een beetje snel, want ik heb koppijn en ik wil het. Oké, nou, we hebben er lang over nagedacht, maar we zijn eruit. Wij hebben luister je wel? Ja, hoor. We hebben besloten dat wij de grootste ramp aller tijden, de ondergang van de Titanic, van dichtbij en in het echt willen zien. De Titanic? Ja. Leed van anderen bekijken? Ja, maar goed. Ja. Nou ja, goed, oké, dan kan ik er ook niks aan doen. Jullie gaan naar de Titanic, komt-ie. Geen touw om vast te knopen, alle liefde die verdween, daar sta je dan alleen. Nu geheel op eigen benen, de illusies zijn verdwenen, maar ik sla me er doorheen. Ja, neem nou Lisa of Cindy, hè? Ik bedoel,
zijn best wel aardig, maar niet gewoon, niet echt knap. Ik bedoel, niet zo knap als dat wij zijn. Nou, je hebt helemaal gelijk, Veronica. Ja. Oh, wel. Cindy heeft prachtige benen. Oh. Ja, er begint de handen van Lisa niet. Heel wat beter dan niet. Worstenvingers van mij. Niet zeggen, Monica. Je hebt prachtige handen. Vind je, Veronica? Oh, ja. Dankjewel. Ja, dankjewel. Maar het zou wel fantastisch zijn als ik ze niet had. Het zou fantastisch zijn als ik ze niet had. Wat niet, Monica? Die worstenvingers van mij, Veronica! Nou! Hoe fijn, hoor. Oh!
trouwens wel ontzettend aardig, hè, van Tom. Dat hij samen zijn wensen met jullie deelt. Vreselijk. Nou, dat vind ik aardig. Ja, we weten het hoor. Ik zeg het wel. Aurora, beste Aurora, na lang beraad zijn mijn beste vriendin, Veronica, Sandra, Wilhelmina van Brugge en ik, Monica, Christina, Jantina, Josefina, Duitsekom, er helemaal uit. Aurora, luister goed. Veronica en ik willen graag wensen dat we de twee mooiste mensen van de hele wereld worden. Ah! De mooiste van de wereld. Hoe bedoelen jullie dat precies? Dat veel mensen ons mooi vinden en knap. Maar vooral dat mannen ons mooi vinden. Oh, maar wacht. Ook dat we de mooiste handen van de wereld hebben en geen worstenvingers. Nee! Oh, worstenvingers. Ja, ja, nou snap ik het echt, natuurlijk. Ja hoor, zal kijken wat ik voor jullie kan doen. Moment. Moet je er aan of uit? Ah, gooi maar uit hoor. Dan wens ik meteen een aantal huizen, overal ter wereld. En dan wens ik voor mezelf een mooie diamanten ketting. Nee. Nee. Een schatje. We moeten het groter aanpakken. Kijk, ik kan wel veel geld hebben,
Maar dat opent niet alle deuren. President van Amerika zijn, ja, zo meer wat ik bedoel. Een leger vol duizend soldaten die de waarheid komen vertellen als er niet gebeurt wat ik wil. Baasje, jij wil gewoon de baas spelen over de hele wereld. Spelen? Ik wil de baas zijn van de hele wereld. Zodat ik alleen maar hoef te doen waar ik zelf zin in heb. En ben jij mijn vrouw die me steunt in moeilijke tijden? En omdat jij mijn vrouw bent, omdat ik de baas van de wereld ben, kan je alles krijgen wat je maar wil. Maar ik beslis. En jij staat keurig een paar stapjes achter mij. Gaat het in het echt ook? Ben er maar aan. Een dure kroon. Een hele mooie jurken. En alleen maar feesten. Dan ben ik een soort presidentsvrouw. Een soort Jackie Kennedy. Dit lid is voor de onderdrukte. De verschrikkelingen. Degenen die niet doen wat zij eigenlijk zouden willen. Daarom, mensen, zijn wij hier bijeen. En daar verandering in te brengen. We doen het samen. Stem op ons. Een leider is geboren, al vroeg wist hij zijn zaak. Nog nooit heeft hij verloren, zijn klappen altijd raak. Dus wil je winnen, kom erbij. We doen het samen, zij aan zij. Ik sta aan de rand en ik maak de sprong. Ik weet wat ik wil, al ben ik jong. Niemand die mij nog iets verbiedt, want ik ben de baas, zoals u ziet. Weg met de twijfel, nu zeker door. Dus lieve mensen, zing in koor. Een leider is geboren, al vroeg wist hij zijn taak. Nog nooit heeft hij verloren, zijn klappen altijd raak. Dus wil je winnen, kom erbij. Samen zij aan zij. Ik hou ze wel van deze job. Ik ga er helemaal in op en ik bereid het. Zie je, we hebben duizend pakjes van Journal. Sta op de cover van de boog. Als ik het kan, kan jij het ook. Ik hou ze wel van deze job. Ik ga er helemaal in op. Een lijster is geboren. Al vroeg is zij haar taak. Haar benen glad geschoren. Haar glimlach in de maag. Dus wil je winnen, kom erbij. Dus luister goed en sla het op, we gaan met z'n allen naar de top. Verdien veel geld, echt alles kan, dus dames, steun altijd uw man. Een leider is geboren, al goed is hij zijn taak. Nog nooit heeft hij verloren, zijn klappen altijd raak. Dus wil je winnen, kom erbij. Aurora. 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 Wauw, wauw, wauw. Zo, daar ben je eindelijk. Zo, daar ben je eindelijk. Hè? Daar ben je eindelijk. Ja, nou, ik weet ik net heb meegemaakt. Dat geloof je echt niet. Gewoon even stil. Onzin die jij loopt te vertellen, die interesseert mij en haar helemaal niks. Oh, nee. Okay. Ze begrijpt het. Nou goed,
nu echt alles wensen wat ik maar wil? Ja, helaas wel, ja. Oh. Je bent dus eigenlijk een soort van, ja, een soort van wensenfeetje, hè? Het is een Aladdin. En dan ben ik jouw meester en jij bent mijn wensenslaafje. Het is er zo. Ik ben niks en ik kan niks. Ik kan alleen maar wensen vervullen. Dus meester, zegt u het maar. Wens, verlaag je al zo. Wees sorry. Wat we willen. Doe je nou? Daar is al plaats. Helemaal snel. Nou goed. Ik wens dus dat ik de baas van de wereld ben. Wacht even hoor. De baas van de wereld. Moet je even uitleggen. Oh, ja, snap ik niet. Nou, ik had toch niks anders verwacht, hoor. De baas van de wereld, dat houdt in dat ik de beslissingen neem. Besluit ik dus morgen iedereen gratis dikke slagroom taart te geven. Wat gebeurt dat? Dikke slagroom taart. Nou, dat is wel heel aardig van je, zeg. Weet je wat je ook zou kunnen doen? Je zou ook iedereen een gratis muts kunnen geven. Nou, dat lijkt me ook heel leuk. Toch? Ja, dat lijkt mij ook heel leuk. Maar ja, goed. Ik moet wel. Jullie krijgen je wens. Komt-ie. Baas van de wereld? Oh nee, wacht, dat moment komt nog. Oh. Nou, dit was nou helemaal niet de bedoeling. Maar goed. Ik ben de baas van de wereld. En ik kan alles doen wat ik wil. En jij, alles. Jij kan alles krijgen wat oh, je wil. Ik kan alles krijgen. Alles, diamanten, alles mooie kettingen. Alles. Eindelijk een wens. Kan ik alles wensen wat ik maar wil? Nou ja, eigenlijk wil ik maar één ding. Ik zou graag mijn moeder nog een keer willen spreken. Gewoon een gesprekje. Weet hoe het nu met haar gaat. De dag voordat je ging, heb ik je nog staan zingen. De dag voordat je ging, heb ik veel aan je gedacht. De dag voordat je ging, toen ik alles kon bedwingen. De dag voordat je ging, kwam toch erg onverwacht. Maar ik ben nog niet vergeten hoe je loopt en hoe je lacht, hoe je dagenlang kon zingen, soms heel hard en ook heel zacht. Warme choco in de winter en twee ijsjes op het strand. Hoe je knuffelde met papa, samen zitten hand in hand. Van herinnering als een film in mijn hoofd. En in mij zal alles leven dat bij deze dan belang. Want man, ik zijn nooit vergeten zoals jij. Is er maar één, ik zal altijd aan je blijven denken. Dus ben ik nooit alleen. Dus ben ik nooit alleen. Op de camping, Wendy's speurtocht door het bos.
Of die keer toen op de kermis, in de achtbaan handen los. Veel cadeautjes bij de kerstboom en op bezoek bij oma Wies. En toen je meeging naar de tandarts voor het trekken van mijn kies. Maar je kon ook heel erg zeiken om de stomste kleinigheid. Of mijn jas nou echt wel dicht zat en of ik let op de tijd. En niet snoepen voor het eten, is je huiswerk nu al klaar? Ben je thuis voor half één? Nou, ik vind roken een bezwaar. Dat is het mooie van herinnering, als het veel minder hoofd en in feite zal het weten dat we deze dan nog. Want man, ik zal je nooit vergeten zoals jij. Ik zeg maar eens, ik zal altijd aan je blijven denken, dus ben ik nooit alleen. Dus ben ik nooit alleen. Want man, ik zal je nooit vergeten zoals jij. Is er maar één. Ik zal altijd aan je blijven denken. Dus ben ik nooit alleen. Dus ben ik nooit alleen. Tom! Tom! Daar ben jij eigenlijk. Ik loop hier de hele tijd te zoeken. Dat zijn toch geen mensen meer. Die vrienden van jou, zo onbescheiden. Zo ontzettend onbescheiden. Echt, de baas van de wereld. Nee, nog mooier, de mooiste van de wereld. Oh, geloof me. Aurora, doe eens rustig. En vertel me wat er aan de hand is. Met die vrienden van jou, wat zij wensen, dat is niet normaal. En God weet dat ik eerder wensen heb uitgedeeld. Laatst nog. Twee van die schattige oude mensjes die wensten dat een hondje Tippy weer leefde. Nou, daar kwam Tippy hoor. Rendel door het hoge gras. Hartverscheurend. Zielsgelukkig, die twee mensen hoor. Of die kinderen die me uit de oceaan hebben gered. Die wensten gewoon een taalgeballenboom. Ja, gewoon ja. Maar niet jouw vrienden, nee. Die willen meer en meer en beter en duurder en groter en mooier en dikker en breder. Doe nou eens rustig. En vertel wat ze gewenst hebben. Zo erg kan het toch niet zijn geweest? Oh nee? Nou, als ik toch wensen kon weigeren, dan heb ik met deze gedaan hoor. Maar nee, als engel mag je nou helemaal geen wensen weigeren. Het hemelse stelsel is niet perfect. Het is verouderd. Gaat er nog steeds vanuit dat de mensen goed zijn. Oh, het gaat allemaal fout. Het gaat allemaal fout. Aurora, wat hebben ze gewenst? Ik zal het je laten zien. Ik zal het je allemaal laten zien. Het uitdelen van wensen, dat is het leukste wat er is. En oké, ik geef het toe, er gaat best wel eens wat mis. Je doet je best, je smalt je uit. En wat je krijgt is dank voor dank. En al die toffe ellende, daar begrijp om aan de drank. Maar ja, ze wilde wat. En ik heb het ze gegeven, maar ja, ze wilde wat beleven. En ik heb het ze gegeven. Cindy, het schip begint te zinken. Het is net reality TV. Ik heb het nu toch wel gezien hoor. Het water staat ons aan mijn knieën. Wat? Dit is toch leuk? Nee, ik wil weg. Ik vind het eng. Wat? Waarom? Dit is toch gaaf? We gaan niet verdrinken, we gaan niet dood, maar we gaan wel zinken. We gaan hartstikke zinken. Titanic, Titanic, ja dat verhaal dat ken ik. Ik heb er zelf op gezeten
en heel ziek gegeten. Maar een rams nu op tv is toch leuker dan in het echt. Want om hier te overleven is een levensecht gevecht. Ja, om hier te overleven is een levensecht gevecht. Op de Titanic, dit is niet te geloven. Nee, dat zei ik toch al? Moet jij maar niet luisteren hoor. Ze wilde wat beleven en ze genoten voor heel leven. Oh, ik zag het toch als eerste? Ja, maar ze kijkt meteen naar mij. Maar ik vraag het zo ten huwelijk. Ah, je kop gaat zijn, maar met je wel Disney. Oh. Ah, zullen we nou wel Disney? Dan moet jij zeggen met je pornofilm. Want ik weet wel wat leuk is. Jij toch niet? Marilyn Monroe, je speelt voor mij de show. Ik heb al je films gezien, ik heb al je foto's bovendien. Maar we kunnen je niet delen zoals jij is er maar één. Was de liefde toch afschuwelijk zo naar de gekke mee? Was de liefde toch afschuwelijk zo naar de gekke mee? Doe nou jongens, Aurora, doe er wat aan. Ik? Nee, ik doe er helemaal niks aan. Ze wilde wat beleven. Ik wist niet wat ik ze moest geven. Ik ben toch de allerknapste en jij een lelijk domste kreet. Wat je zegt, dat ben je zelf. Met die worste vingers en die petjes reet. Petjes reet? Ik ben jouw vriendin niet meer. Ik wil jouw vriendin niet zijn. Ik ga wel naar Lisa of naar Cindy. Vriendin ook niet meer zijn, want je bent lelijk en stom en gemeen en egoïstisch. Ik ben helemaal niet... Nee, ik ben helemaal niet... Ja! Monica, Veronica, die staan elkaar het leven aan. Geven steeds elkaar de schuld, hun hart is nu met haat gevuld. De liefde is verdwenen en dat doet wel pijn. We zijn het slachtoffer geworden van de kift en schone schijn. We zijn het slachtoffer geworden van de kift en schone schijn. Meiden, jullie zijn allebei even knap en baar. Ze wilde wat beleven en ik moest het ze wel geven. Het enige recht van een vrouw, dat is het aanrecht. Aanrecht, toch? Wij, mensen, steun ons. Samen staan we sterk, we doen het samen. Ja, samen staan we sterk. Schat, ik moet je wat vertellen. En nou ja, misschien is dat wel stom. Maar ik heb mijn hart verloren aan een hele leuke jongen genaamd Tom. Tom, 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 klinkt die naam te stom. Wie zo heet, die moet maar dood, er is lang genoeg geklast. Maar ik is het voor de liefde. Oh nee, want ik had voor het groot geld. Oh schat, ik wist dat ik er zou luisteren. En geloof me, ik ben zo op jou gesteld. La 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 la. Ze wilde wat beleven. Al duurde het maar even. Wensen, alle mensen, wat een mensen. Wensen, wij. Ik wil naar huis. Ik voel me niet goed. Ach, bange muis. Altaar gaat bloed. Ik ben verliefd. En ik ben heel rijk. Oh, alsjeblieft. Over mijn lijf. Hij wil het niet. En als je iets niet wil,
dan moet je het gewoon niet doen. Het gaat erom wat jij wil. Precies doen wat jij wil, ook al voelt het koud en kil. Egoïsme is niet gek, sla je buurman op zijn bek. Als je zo krijgt wat je wil, geef desnoods een harde gil. Sla je meester in elkaar, vervloek je beste vrienden maar. Duw je buurvrouw toch opzij, sta als eerste in de rij. En als je zo krijgt wat jij wil. Als jij praat zijn anderen stil, want wat heb je aan compassie hebben en wat heb je aan gevoel? Wat heb je daar nou aan? Als dat altijd in de weg staat, oh, ja, ja, ja. Als blokkade voor je doel. En wat moet je met je vrienden als ze er niet voor je zijn? Als het gaat om samen delen is alleen zijn juist wel fijn. Valt je moeder stil, lacht er maar eens lekker uit. Zeg dat zij het heeft verbruikt. Sla je vader op zijn kop, duw je tante van de stok. Jaag je oma op de kast, zie je zuster als een last. Gooi je principes aan de kant, al je moralen zijn verbrand. Luister nooit meer naar een mens. En geniet nu van je wens. Want wat heb je aan compassie hebben? En wat heb je aan gevoel? Wat heb je daar nou aan? Als dat altijd in de weg staat. Oh ja, ja, ja. Als blokkade voor je doel. En wat moet je met je vrienden als ze er niet voor je zijn? Schop maar lekker om je heen, wees een laaiend brok venijn. God, wat zie je eruit. Nou ja, goed Tom, dit is dus Gerda. Daar heb ik je over verteld, weet je nog? Mijn vroegere beste dag, vriendin. Lieve Tom. Heel prettige kennis om met jou te maken. Als je dat maar waard, lieve Gerda. Stomme alcoholisten! Aurora! Au. Nou ben je te ver gegaan, lieve Gerda. Zo, dames, we gaan dus vechten. Huh? Kunnen we zien wie de sterkste is. Vechten? Waarom vechten? Ik ben de baas! Het is nergens goed voor hem. Vechten. Nou goed, welkom dames en heren. Aan uw rechterhand ziet u zwaargewicht Engel Aurora. 168 pond. En aan uw linkerhand ziet u Satan Gerda. Lichtgewicht, 120 pond. Lisa, de eerste ronde. Lisa. De ronde. De beslissende. Wie is het sterkst? De tweede ronde. Lisa! Lisa!
Wel. Het is begin van de rest van mijn leven. Mijn leven gevuld met veel vreugde en wat pijn. Ik wil er het liefst nu meteen mee beginnen. Mijn leven te leven. Ik ga als een trein. Ik zal nog 1000 fouten maken, slaap nog 40 nachten slecht. Ontmoet nog 16 nieuwe liefdes, raak nog 2 keer in gevecht. Ik zal nog 30 keer bleef zijn en nog 8 keer niet tevreden. Ik zal nog 50 keer te laat zijn, kom nog 3 keer op de been. Ik word nog 12 keer gedumpt en zal met 10 keer. Yeah.